Goeiedag beste kijkers. We hebben vandaag een gast uit Zoeterwoude. En wel Zoeterwoude Rijndijk, een galeriehouder, Kees van der Bos. Goedemiddag Kees. Goedemiddag Tom. Wij hebben jou gevraagd omdat je een van de twee, heb ik begrepen, galeriehouders bent in Zoeterwoude. Je hebt er één in Je hebt een dorp. Galerie Kolf, die zit in het dorp. Ja. En die beweegt zich meer in het veld van levende kunstenaars. Ja, en we hebben jou vooral gevraagd omdat jij zeg maar een Leidse invalshoek vooral hebt. Omdat jij de belangrijkste drager bent van de Leidse schildercultuur, de Leidse school. Ja, je doet me wel erg veel eer aan met deze opmerking. Maar we doen niet alleen maar in Leidse school, maar dat is wel een van de belangrijkste onderwerpen die wij... Een van jullie speerpunten. Ja. Ja, precies. En dan is misschien ook nog even de vraag, Leidse school, wat is dat? Ja, daar gaan we nog even uitleg over geven natuurlijk. Ja. Ik heb hier een boekje waarop staat een Leidse school. Ja. Geschreven bij een tentoonstelling in de Laakhal in 1978. Mm-hmm. Toen werd die term voor het eerst gebezigd. Nee, dus pas zo'n jaar of 40... ongeveer praten we over de Leidse school, ja. Zoals we ook wel praten natuurlijk over de Haagse school en de Amsterdamse school. Ja, okay. En die term is geleidelijk bekend geworden over heel Nederland, ook in het veilingwezen, in de kunstwereld. De Leidse school, dan weten mensen tegenwoordig wel waar je het over hebt. En jij hebt in Galerie Zoeterijn heb jij gewoon een groot aantal werken van mensen uit de Leidse school. Ja. Daar gaan we het straks natuurlijk uitgebreid over hebben, want onze belangstelling gaat natuurlijk juist naar die Leidse school daaruit, dat zou je begrijpen. Maar je hebt ook nog wel in de galerie nog wel andere werken. Ja, natuurlijk. Veel nabloei Haagse school, dat is weer een andere term. Eigenlijk is de Leidse school ook een soort nabloei Haagse school. En je hebt over het hele land heb je eigenlijk een nabloei Haagse school in allerlei plaatsen. Allerlei kunstenaars gingen in die trant van de Haagse school gingen ze werken. Ja. En dus ook deze Leidse groepering. Hoe lang heb je die galerie al? 24 jaar. Volgend jaar wordt het 25-jarig jubileum. En omdat je natuurlijk toch al een paar jaar ouder bent, kan ik me voorstellen dat je voor die tijd hele andere dingen gedaan zou moeten hebben. Ouder bent dan wat? Nou, je bent alweer wat ouder dan 24 jaar en volwassen. Dat ik een beetje op leeftijd ben. Ja, ik heb natuurlijk een lange aanloop moeten nemen naar het beginnen van die galerie. Ja. En dat begint natuurlijk met een liefhebberij in kunst, zeg maar. Hobbymatig en gaan kijken en musea bezoeken. Mm-hmm. En in een van die filmpjes zul je zien mijn allereerste schilderij wat ik kocht. Dat zal ongeveer 50 jaar geleden zijn. Okay. Bij het Van Duwhuis op het Utrechtse Veer in Leiden. Dat zal hem straks nog even zien waarschijnlijk. En zo geleidelijk is dat doorgegaan. En die belangstelling voor kunst is latent eigenlijk altijd wel aanwezig geweest. Ja. En dat zit ook een beetje in de familie van mijn vaders kant. Oké. Ja. Maar je bent, jouw familie van vaders kant, waren dat ook Leidenaar? Nee, mijn vader en mijn moeder waren geen van beide Leidenaar. Mijn vader kwam uit Nieuwkoop. Mm-hmm. Daar zal ik het ook de aanstonds over hebben. Dat is een belangrijke facet in mijn ontwikkeling. Ja. Mijn moeder kwam uit Alphen aan den Rijn. Mm-hmm. Maar Nieuwkoop is natuurlijk een kunstdorp geworden, al in de tijd van de Haagse school. Ja. Maar nou over jezelf, Kees, hoe het allemaal gekomen is. Ja. Waar ben je geboren? In Leiden? In Leiden, waar? Ongeveer 100 meter hier vandaan. Okay. We zitten nu op de Middelste Gracht en ik ben geboren op de Hooigracht. Ja. Okay. In het midden van de Hooigracht tegenover de Groene Steeg. Oh, dus echt in hartje van echt hartje, in Leiden. Hartje Leiden. Echt ja, in Leiden, precies. Ja. Nou goed, het zal voor de kijkers misschien nieuws zijn, maar voor jou en mij niet. Ja. Dat we elkaar heel lang geleden al op de middelbare school hebben leren kennen. Later ook in de studietijd nog. Later nog zelfs in een studentenhuis, althans een huisje hebben gezeten op de Lange Gracht. Ja. Waar toen nog water in lag van kleur veranderende, van dag tot dag soms. Omdat Klos en Leenbrugge zijn verfstoffen van loosde rechtstreeks in de gracht. Ja, precies. Groen en rood, iedere dag weer verschillend. Wij vonden dat eigenlijk heel normaal. En we zeiden zelfs nog tegen elkaar van, hé, nou, ze zijn weer lekker bezig geweest. Zonder enig besef wat voor cultuur en klimaat ellende daarmee ontstond. Maar goed, je bent
Toen ben je gaan studeren. Wat heb je gestudeerd? Ik ben na de middelbare school in Leiden, Bonaventura. Ja. Ben ik het vak gaan studeren waar ik het hoogste punt voor had op mijn eindexamen. Aha. En dat was? En dat was Engels. Oké. Okay. Dus ik ben Engelse taal en letterkunde gaan studeren. Ja, een vrij willekeurige. En dan ben je vrij automatisch ben je dan leraar. Hè? Ja, dat was ook wel mijn idee toen ik aan die studie begon. Ja. Je gaat dat doen omdat je leert. Ik wil een concreet beeld hebben van mijn latere carrière, zullen we maar zeggen. Ja. Het is uiteindelijk toch heel anders gelopen. Ja. Maar ik had toen het idee dat ik dat wel leuk zou vinden. En op welke scholen heb je les gegeven? Ik ben begonnen een klein aanloopje in Delft. Heel klein aanloopje. Ik was nog niet afgestudeerd. Ja. Er was een enorm lerarentekort in die tijd. Ja. Daar heb ik 3 jaar gezeten. En toen op het Stanislas. Het Stanislas. Misschien heb jij die school ja, zeker. Ja, ja, zeker. Dat ken ik ook heel goed. Ja. Ja. Toen ben ik naar Lisse gegaan, naar het Fioretti College. Dat ken ik wat minder. Maar nou, toch een wel. Hele grote school inmiddels hoor. Daar heb ik ook een aantal jaren gezeten. En toen studeerde ik af. En toen een vriend van mij die zei van, er is een vacature op het Agnes Lyceum. Oké. En ik woonde natuurlijk in... Ja, ik woonde in Zoeterwoude-Rijndijk. En ja, om die reden vooral ook ben ik toen... Ja, Roemruchte school. En we zeggen, je hoort wel eens van te goed om nog te kunnen voortbestaan. Ja. En zo. Ja. Bestaat niet meer, hè? Je komt af en toe nog steeds leerlingen tegen die, die over die tijd praten. En met heel veel prettige herinneringen. Maar jij bent toch daarna, nog voor je pensionering, ben je eigenlijk toch de kunst ingegaan, ja. Hè? Ja. Ja, ik ben toen... Toen de fusie met Bonaventura kwam, ben ik daar nog een paar jaar gebleven. In die gefuseerde school. En toen op een gegeven moment, je had verschillende regelingen destijds. Je had de HOS-regeling en je kon met FPU. Ik zou niet eens meer weten waar dat precies voor staat, die letters. Je kon dan uit het onderwijs stappen met een redelijke afvloeiings... Verschillende regelingen, maar het resultaat was altijd dat je eruit stapte. Ja, en ik was al een paar jaar bezig met die galerie. Oké. In 1997 en een jaar of 3 later ben ik uit het onderwijs gestapt en doorgegaan met die galerie. Nou, over die galerie wil ik het graag met je hebben. Ja. En dat doen we aan de hand van een filmpje. En dat filmpje, dat is een heel bijzonder filmpje, want dat start in jouw eigen huis. Daar heb je de galerie ook in je eigen huis. Maar nu zelfs in de eigen woonkamer. En wat betreft het is ook je eigen dochter, Marieke, die het filmpje heeft opgenomen. Ja. Nou, ik ben bij mijn ouders. 25 jaar geleden verhuisden ze 2 deuren verderop naar dit huis. Want dat was beter geschikt om hun galerie te beginnen. Ik ga eens even kijken wat mijn vader daar nog over te vertellen heeft. Hoi! Goedemorgen, Marieke. Hoi! Leuk dat je even komt kijken. Ja! Ik zal je even nog het een en ander laten zien. Ja, doe dat, pap. Vertel. Kom binnen. Ja. Je komt eerst in ons privé domein. Nou, jou wel bekend uiteraard. Ja. Dus een plaatje de schilderijen die wij hier privé bezitten, zeg maar. Om te beginnen een schilderij dat wij, je moeder en ik, als eerste in ons jonge gehuwde leven gekocht hebben. Ik denk dat het zo bijna 5 jaar geleden is. Van een Haagse school schilder genaamd Cornelis Westerbeek. Het is uit 1902. En je ziet daar ook een typisch Haagse schoolsfeer in, landschap, vee, boerinnetje. Het trucje, even technisch gesproken, is verschil is om in zo'n gekleurd schilderij een lichtpuntje te maken, wit meestal. En dat zie je hier bijvoorbeeld in dat kapje van die boerin die daar loopt. En dat geeft een bepaald contrast met de donkere achtergrond. Hm. Nou, we hebben dat schilderij altijd met veel liefde kunnen bewaren. Het volgende schilderij, het is ook niet direct een Leidse schoolschilder, maar hij heeft wel, Cornelis Swedenburg is zijn naam, hij heeft wel een hele tijd gewerkt met Leidse schoolschilders. Hij heeft in Leiden gezeten in de tijd, ook Leidse dingen geschilderd. Dit is een schilderij waarin hij een collega schilder heeft afgebeeld. En het is leuk omdat het zo typeert hoe die schilders in de tijd werkten. Zo lekker buiten. Hij zit er zo lekker ontspannen bij. Het is mooi weer. Hij ziet een landschap. En het leuke contrast wat Swedenburg erin aanbrengt is. Hij zit er als een soort heer flamboyant te schilderen. En daar op de achtergrond zie je een mannetje
let op zijn witte kieltje, die zit daar te zwoegen in de grond. Oh, het is leuk omdat het ook typisch de sfeer van die tijd weergeeft. Ja. Nou, bij de volgende zien we inderdaad de eerste Van Driesten die je hier tegenkomt. Een schilderij met een landschap, een duinlandschap in de verte. Je ziet wat leuke kleurtjes hier en daar. En ook iets wat een schilder als truc gebruikt is. Zo'n donker gedeelte met tegenlicht, een soort schaduweffect. Er is een mooi woord voor, een repoussoir heet dat in het Frans. Dat geeft ook diepte aan zo'n schilderij door die donkere voorgrond, deels ervan. En hoe noem je dat? Een repoussoir. Repoussoir, ja. Okay. Zoek het maar op in je woordenboek. Dat betekent een terugduwertje. Okay. Je wordt teruggeduwd, zeg maar. Dan komen we bij de volgende Leidse schoolschilder, dat is Willem van der Nat. En ja, een dierschilder. Je ziet hier een geitje. Hij heeft weliswaar zijn oog nog half open, maar het is een dood geitje, moet ik helaas zeggen. Dat deden sommige schilders. Die hadden graag een dood beest als onderwerp. Van der Wind deed ook, Chris van der Wind. Floris Versteyn deed dat ook. En het is natuurlijk lekker makkelijk om iets wat stil ligt te schilderen. Een bewegend dier is al wat moeilijker. Tegen mijn kleinkinderen zeg ik overigens dat het een slapend geitje is. Die zie ik daar op de foto op de kast staan, die kleinkinderen. Het is een dood geitje. Speciaal aandacht voor dit schilderij. Daar zie je van Chris van der Wind, zie je een stadsgezicht in Leiden. Dat is de... Ik draai het eventjes om. Dat is op zich altijd wel interessant. Ja. Daar zie je staan... Leuk. Dat het een gezicht is op de Witte Laan. De Witte Laan, denk je dan? In Leiden, waar is dat? Dat is wat nu de Lelystraat is. En dan moet je je voorstellen, hier is de Herenstraat. Zo loopt de Lelystraat. En daarachter zie je een rij bomen. En die zijn, denk ik, van de Singel. De bomen die langs de Singel staan. Ja. Ja. Van is de schoorsteentoren er ook nog? Die is er niet meer. Die schoorsteen is er niet meer. Hm. In een van die huisjes woonde Chris van der Wind. Hier hebben we een hoekje met, ja, wel heel bijzonder toch, vinden wij. Kijk, die Van Driesten en Van der Wind en Van der Nat waren ook etsers. En hele goede etsers. Een techniek, dit is een superklein, nou, ik hou mijn vinger er even naast. Superklein etsje, heel fijn. En het is ongetwijfeld de moeder van Chris van der Wind. En daar zit de poes. Van der Wind was dol op poezen. Ach. En ze zitten bij het haardvuur. Ja, een zwarte kat. Ja. Ja. Van der Wind en hier Van Driesten. Nee, ook Van der Wind. En hier ook Van der Wind. Waren uitstekende etsers. Ja. Die waren destijds best in trek bij kunstliefhebbers om te kopen. Tegenwoordig wat minder. Ja. En dit is dus jullie woonkamer? Dit is onze woonkamer. Ja. Ja. Dus je woont een beetje in een museum? Uitzicht op de Rijn. Uitzicht op de Rijn. Nou is het helaas niet zo'n mooie zomerdag toevallig vandaag. Nee. Maar ja. Maar de eigenlijke galerie is boven, toch? De eigenlijke galerie is boven. Op de eerste verdieping. Ja. Dus daar gaan we straks even kijken. Ja, dit was weer een inkijkje, gewoon heel intiem, heel huiselijk, persoonlijk, heel huiselijk en zo. En mijn dochter die is een leuke interviewster. Zeker, vind ik. Nee hoor, daarom, die kan misschien bij Sleutelstad ook nog wel een carrière gaan beginnen. Doe je best. Daarom, maar en dat is eigenlijk dus een huis wat jij bewoont, wat al een soort museumfunctie heeft, bijna, zou je haast kunnen zeggen. Ja, bijna wel. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk van alle, je hebt Van der Nat, je hebt Van der Wind. Van der Wind, Van Driesten en Rozemeijer. Dat zijn de vier namen. Dat zijn de vier bekendste namen van die groepering. Okay. Met natuurlijk een heleboel mensen daaromheen die je... Ja, die een beetje in hun voetspoor treden of met hun meegingen, sommigen. En in welke tijd praten we dan over? Dan praten we over, zeg maar, ongeveer ruwweg 1900 tot 1950. Oké. Okay. Misschien ietsje eerder. Oké. Okay. En Rozemeijer is natuurlijk heel erg oud geworden, daar komen we nog over te praten. Ja, ja, ja. Rozemeijer heeft nog tot 19...
92 geleefd. Ja, ja. Maar goed, die mensen, behalve de Leidse school, dan moet je toch ook wat met elkaar hebben. Ik bedoel, dan moet je toch een soort gemeenschappelijke stijl hebben. Ja. Is dat ook het geval? Ja, ze waren alle vier waren ze lid van een kunstenaarsvereniging, een kunstenaarsacademie zou je kunnen zeggen, in Leiden. Ars Emula Nature. Daar is er maar één van natuurlijk. Ja, het betekent kunst wedijvert met de natuur. Ja. En op die manier kwamen ze toch bij elkaar, leerden ze elkaar kennen. Van der Nat was wat ouder dan Van Driesten van der Wind. En Roosmeijer was weer ietsje jonger dan Van Driesten van der Wind. Maar ze beïnvloeden elkaar dus ook? Ja. Okay. Ja, vooral Van Driesten en Van der Wind trokken heel veel met elkaar op. Roosmeijer ook. Ja. En die trokken met elkaar op, gingen gezamenlijk op de fiets de polder in, zeg maar. Ja. En gingen daar zitten schilderen en leverden commentaar op elkaars werk. Maar binnen kamers, zeg maar, binnen hun atelier of binnen het gebouw van Ars, waren ze ook aan het werk. En daar konden ze elkaar natuurlijk bekritiseren, dat deden ze ook wel. En daar waren ze ook leraar en dat beïnvloedde ook anderen weer? Nou, ze waren, ze waren zeker ook, Van Driesten en Van der Wind hadden ook leerlingen of... Okay. Niet officieel, maar mensen die met hun meeliepen, waren zelfs goed gesitueerde leidenaars bij. Okay. Een paar directeuren van fabrieken zelfs. Okay. Van Dros, van Tieleman en Dros. Ja. Oudere leidenaren weten wel dat dat een conservenfabriek was. Hier op 10 meter hier vandaan. Trouw en Durf heette dat later, hè? Toch? Althans, de fanfare. En je had ook nog Piet Herfst. Die was directeur van een verffabriek, Helder en Herfst. Okay. Herfst en Helder. Okay. En zo waren er nog een paar van die Jij mensen. Hebt daar ook een boek over geschreven. Ja. En, misschien is dat toch interessant voor de kijkers. Ja. Is dat nog ergens te koop? Als mensen zeggen, die Leidse school interesseert me wel. Het is zeker nog bij mij te koop. Okay. Het is al die tijd ook nog in de boekhandel te koop geweest. Of in het museum, in de Lakenhal onder andere. In de Betere Boekhandel en bij jou. Ja. Ja. En dat kan nog via Galerie Zoeterijn, kan je nog dat steeds, bestellen? Nog steeds, ja. Oké, goed. Dat boek heb ik, dat is in 2003 uitgekomen. Oké. De bestaan van alle vier die kunstenaars overigens, van die vier die we genoemd hebben, bestaan er al monografieën. Hè? Die hadden allemaal hun eigen boek. Oké. Vrij uitgebreid met heel veel foto's natuurlijk. Maar er was nog niet een boek dat die hele stroming een beetje beschreef. En dat heb jij gedaan? En dat heb ik dus gedaan. Hebt de Leidse school als stroming beschreven. Ja. En daarbij natuurlijk de voormannen van Driesten. Ja, geen verzamelwerk, maar ook de mensen die daaromheen een plekje hadden, die heb ik er ook in gezet. Oké. Waar leefden ze? Ze leefden ook allemaal in Leiden? Ze in principe wel. Ja, ja. Maar ze hebben ook wat omzwervingen gehad, sommige ervan. Ik ken een Van der Nat, W.H. Van der Nat ook. Ja. Dat moet een familie, dat moet haast wel een zoon zijn. Ook een W.H. Van der Nat. Van der Nat, schaker. Van der Nat had een uitgebreid gezin. Willem Hendrik van der Nat, de schilder heb ik het nu over. Hè? Had een uitgebreid gezin die allemaal uitwaaierde over Leiden en over het hele land. Ja. Dus het is een grote familie met heel veel vertakkingen. Oké, maar die W.H. van der Nat, dat kan geen toeval zijn uit Leidendorp. Die is wel familie, Een hoofd van de school in Leidendorp, volgens mij. Ja, En een bekend schaker in Leiden. Ja, precies. Ja. Daar hebben wij hem natuurlijk ook nog als schaker. Ook, en er is nog een nazaat van hem, Rien van der Nat, in Leiden. Oké. Ken je Rien van der Nat? Nee. Die heeft zijn atelier, zijn werkplaats vlak bij de Pieterskerk. Okay. Is een graficus. Oké. En rechtstreeks familielid van Willem Hendrik. Oké, leuk. We gaan nog eventjes een inkijkje doen in jouw galerie. Ja, we staan hier op de overloop, heet dat. Ja. Een beetje ouderwets woord. En je ziet hier gelijk drie schilderijen van Van Driesten op een rijtje. En Van Driesten is ook bekend om zijn... dynamische wolkenluchten. En in alle drie deze dingen, grote schilderijen overigens, zie je dynamische wolkenluchten. Ja. Vooral in deze. Dit is een gezicht op Kokkekken, het dorpje aan de rand van Zuid-Holland uit Utrecht. Het dorp Kokkekken. Een van zijn grotere schilderijen. Dit schilderij is toch op een hele andere manier neergezet. Het is een molen aan de Weide A. Dit schilderij zie je, dat is een dorpsgezicht. Ik weet niet precies waar dat zou kunnen zijn. Hij heeft een tijd in Brabant gewerkt, hij heeft een tijd in Gelderland gewerkt. Het zou waarschijnlijk ergens in Brabant kunnen zijn.
Je ziet ook weer die wolkenluchten. In de meeste van zijn schilderijen heb je dat. We gaan naar het kleinste kamertje. Je ziet dat ze niet allemaal zo keurig netjes zo naast elkaar hangen, want er zijn er te veel en de ruimte is beperkt. Het zijn natuurlijk lang niet allemaal Leidse schoolschilderijen, maar als we zo rondgaan, dan komen hier twee keer bij Van Driesten met tekeningen, een beetje waterverf, een beetje houtskool, in de buurt van Boskoop, het Rietveld hier. Hier zie je een van de, ja, dit is wel een van de superwerken van Van Driesten. Hij kon ongelooflijk goed aquarelleren. Hier zie je daar een voorbeeld van. Dat dateert allemaal zo uit begin 20e eeuw, 1900, 1905. Toen maakte hij zijn grote mooie aquarellen. Je ziet hoe mooi gedetailleerd het is, hoe knap. Een kippetje, hij is geen dierenschilder van de wind, maar een wit kippetje. Ook weer om dat witte puntje erin te brengen. Daar houdt hij wel van, dat zie je nog wel eens. Ook altijd wel een mannetje die aan het werk is op de boerderij. Maar let eens op al die details in zo'n werk, in zo'n huisje ook. Hier zie je een wat luchtiger opgezet werk, wat ruiger opgezet werk. Ook weer een mannetje bij de boerderij. Als we meedraaien hier, ik ga je natuurlijk niet al die schilderijen laten benoemen. Hier zie je weer een Van Driesten met een vrouwtje die staat te breien. Ook een aquarel uit 1902. Hij is gedateerd. 1902. Je ziet hoe mooi dat nog bewaard is gebleven. Die kleuren en dat witte kapje van die vrouw ook weer erbij. Een schilderij van Van Driesten. Noordwijkerhout, de Piet Gijzenbrug. Voor mensen die daar bekend zijn. En dan zal dat zo rond 1930 geschilderd zijn. De Piet Gijzenbrug ziet er nu heel anders uit. Want dat is een verkeersweg geworden. De Piet Gijzenbrug is een klein gehuchtje in de buurt van Noordwijkerhout. Een schilderij van Van Driesten. Dat is de Marouflé. Mag je daar gewoon op tikken? Ja, omdat het niet op doek geschilderd is. Maar het is wel op doek, maar het doek is op een paneeltje geplakt. Oké. Dat is een buitenwerk. Dat wordt in een middagje wordt dat geschilderd. En dat heeft iets spontaans. De sfeer is een beetje somber in de schilderij, want het is een vervallen boerderij. Maar ik vind het een indrukwekkend ding. Ik ben er erg dol op dit ding. Van de Wind. Kan weer tikken. Ja. Ook allemaal. Laat eens kijken. De boerderij van de familie van Schie aan het Vennemeer bij de Kaag, 1905. Volgens mij. Oh ja. Volgens mij is dit een schuur die er nog steeds staat als je bij het eind van de Zuildijk oversteekt naar de Kaag, het pontje. Ik had het steeds over Van Driesten en dan ga ik bij die grote aquarellen van de Wind, ga ik de naam van Driesten zeggen, maar ze waren natuurlijk van de Wind. Oh nee, maar dat is verder helemaal geen punt en zo. Het gaat om de grote drie en precies, de vierde is Rozemeijer. En dat zijn dus de namen van de Leidse school. Ja. Nog even, heb je nog toekomstplannen met je galerie? Ja, je weet wel hoe oud ik ben en dat hoeven we nou niet allemaal te gaan zeggen. Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Het gaat niet nog tientallen jaren duren, dat begrijp je wel. Ik heb ook geen opvolger, dus ja, ik heb nog wel plannen om het een tijdje voor te zetten, uiteraard. Okay. En door de corona is het een beetje in de versukkeling geraakt. Ik mocht niemand ontvangen. En ik stuur normaal uitnodigingskaart, heb ik vorig jaar niet gedaan. Nu ga ik dat weer wel doen in het najaar. Ja. En dan zal er wel weer wat respons komen, ga ik maar vanuit. Dat ga je weer doen. Dus komt weer een najaars offensief. Er komt weer een najaarsuitnodiging. En volgend jaar 25 jaar bestaan. Ja, dat kan ik natuurlijk niet gaan negeren. Dat gaan we ook vieren. Zo. We gaan nog een stukje kijken. Ja, een tweede kamer. Dit is de voorkamer, zeg maar. Naar buiten kijken zien we de Hoge Rijndijk. Het verkeer langs razen. Ja. Hier zie je ook een aantal schilderijen van
Leidse schoolschilders. Ik ga er even snel langs. Chris van der Wind. Op doek. Ik durf er niet tegen aan te tikken. Aan de Vliet. Boerderij aan de Vliet. Een schilderij van Van Driesten. Ook op doek. Ja, weer wolkenlucht en veel kleur en veel detail. We komen nu bij een Rozemeijer. Schilderij van Rozemeijer. En dat weet ik vrij zeker, dat is in de Meijer bij Nieuwkoop. Want ik herken dat bruggetje hier, hoewel het al een schilderij is van misschien wel 80, 100 jaar geleden. Dat is er nog steeds, dat bruggetje. We gaan door. Van der Wind was ook een meester met stillevens. Hier zie je daar een voorbeeld van, een bloemstilleven met dahlia's uit 1929. Ja, mooie kleuren. Ja, ja. Als je in mijn boekje kijkt van de Leidschool, zie je dit schilderij ook afgebeeld met nog eentje. Met dezelfde bloemen, maar dan een paar weken verschil ertussen. Dus ja. Er zijn er een paar tussenuit gegaan, die zijn verwelkt. Ach. Heel snel appelsap, een schilderijtje van Roelandsen, Leidsleider Dorpse schilder. Ja. Een van de, ja, zeg maar, minder klinkt een beetje negatief, maar mindere Leidse schoolschilders. En van Pasman, een schilderij van het centrum van Wassenaar met de kerk. Hier zie je weer een schilderij van Rozemeijer. Het dorp op zich Nieuwkoop met de rechthuistoren. En als je goed kijkt, denk je, hey, die toren die staat scheef. Dat heeft hij niet zo goed gedaan. Maar die toren die stond inderdaad scheef. Oh. Die is in 1927 rechtgezet met heel veel moeite. Die dreigde weg te kantelen door de zachte ondergrond. Ja. Die toren stond dus altijd scheef tot 1925. Een klein schilderijtje hier van Rozemeijer, ook een boerderijtje, maar ook veel kleur, veel detail. Dat is typisch Rozemeijer. Nou, dan gaan we nu naar de achterste zaal. Klinkt bij, ik wil erg deftig, maar het is een klein kaartje, eigenlijk een keukentje. Kijken wat we hier nog zien. Ja, hier zien we nog twee aquarellen van Van Driesten. Dit is een huis, het dijkhuis bij Wijk bij Duurstede. Hm. Aquarel. Erg mooi gedaan. Ja. Hier zien we iets, ook van Van Driesten aquarel, waar hij veel bomenstruiken heeft, ook om een boerderij heen daarachter. Ja, een beetje als laatste, ik hou hem eventjes bij het licht. Kijk, Van der Wind heeft ook een aantal winterschilderijen gemaakt en dat kon hij ook heel erg goed. Sneeuw is niet wit in die schilderijen, is een beetje, paarsige gloedlicht eroverheen. Ik zie hier nog wat posters hangen van andere musea ook. Ja, ja, ja. Ja, en je ziet hier ook nog een schilderij waarvan je ongetwijfeld de maker herkent. Pierre Guillaume, maar dat is Peter Willemsen. En gezicht op het strand van Katwijk. Ja. Onze bekende leidenaar. Ja. Restaurateur, schilder, kunstenaar. Bekend leidenaar. Peter Willemsen als kunstenaar bekend onder de naam Pierre Guillaume. De kerk van Katwijk. Ja. Nou, leuk. Dankjewel. Dat was het ongeveer, Monique. Nou, ja. Dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Die had ik niet zomaar na kunnen vertellen, inderdaad. Dus mooi om eens te horen. Goed zo. Ja, dankjewel Kees. Dit was heel veel film, maar je hebt daarbij ook heel veel kunnen uitleggen. Ja. En je moet natuurlijk ook, als het gaat over een galerie, als het gaat over kunst, ook heel veel laten zien. We hebben volgende week Rens Heerreur weer, die een gesprek heeft. Het is volgende week, dat zal niet iedereen weten, is het Wereld Alzheimer Dag en ter gelegenheid daarvan spreekt hij met de leidenaar Wilco, professor Wilco Achterberg. En Wilco Achterberg is hoogleraar geriatrie. Wij danken jullie allemaal, Kees in het bijzonder, de techniek, Rianne en Maarten, voor de ondersteuning. En wij wensen de kijkers een
hele mooie dag.